Dag jongens en meisjes, vandaag gaan wij van Lego SpongeBob uitpakken. Ja, we gaan SpongeBob uitpakken en jullie horen iemand naast mij. Roos. Wij gaan dit vandaag uitpakken en in elkaar zetten. En wij gaan weer de groetjes doen aan heel veel kinderen. Vergeten jullie niet te abonneren op ons kanaal met dat knopje beneden. Want dan krijgen jullie namelijk gratis een berichtje als er een nieuwe video is. We gaan beginnen. Hoi. Ja. Dag jongens en meisjes. Leuk dat jullie weer kijken. We hebben vandaag iets heel gaafs wat we nog nooit eerder hebben gehad. Een paar keer heeft al een kindje aan mij gevraagd op YouTube: wil je een keer iets van Lego uitpakken? En wat zien jullie hier? We hebben op Marktplaats twee hele gave speelsetjes gekocht van SpongeBob Lego. En die gaan we met jullie uitpakken. En ik ben niet alleen vandaag. Wie zit er naast mij? Roos. Ja, want Roos wil ook even meekijken, hè? En een beetje meedoen. Nou jongens en meisjes, zijn jullie er klaar voor? Kom, gaan we de zakjes openmaken. Oké, jongens en meisjes, dan beginnen we met het eerste zakje. Laten we het boekje er eens even uithalen. Roos, laat jij eens even aan de kinderen zien wat er op dat boekje staat. Huis van SpongeBob en dit is het huis. Ja. Een raampjes. Leuk. En een autootje, ik weet niet meer hoe die heet. Dat is Patrick, de zeester. Ja. En dat is, ja, in het Engels heet die Squidward volgens mij. Oh, Octo. Octo heet die in het Nederlands. Ja. En wat ligt op de barbecue? Een hamburger. Oh ja. En hij ligt op een stoeltje met een parasol. Oh, en SpongeBob die is aan het blussen, maar ik weet niet waar. Oh ja. Het water. En hierachter, dat is het slakje. Dat is, hoe heet die eigenlijk ook alweer? Dat weet ik eigenlijk niet meer, hoe dat zijn vriendje heet of het huisdiertje. Nee. Nou, dat weten jullie misschien wel, jongens. Oh, hier. Ja, ik zie hier wel een naam op staan. Gary. Zo heet hij in het Engels. Oh, Gerrit. Volgens mij heet hij Gerrit in het Nederlands. Is dit zijn slak Gerrit? Nou, jongens en meisjes, zullen we eens even de Lego erbij gaan pakken? Maar, kijk eens even, we hebben een beetje geluk. Het zit al een beetje in elkaar. Ja. Eens even kijken. Maar we moeten nog wel het een en ander in elkaar zetten. Dus dit moet inderdaad hierop. Kijk. Och, kijk nou, wat leuk. Kijk eens. Ook, ja. Oh, in het boekje. Kijk, het is zo'n soort klepje. Oh ja, zo zet je hem in elkaar. Oh ja, en dan heeft iemand dus, van wie we dit hebben gekocht, heeft hem al in elkaar gezet. Dat is wel handig. Zo. Maar SpongeBob, wat leuk zeg. We hebben nog iemand. Wacht. Ja. Er staat nog een spuitbusje bij. Kijk maar. Oh ja, deze. Ja, deze. Ja, zet jij die maar op. Hé, hey, goed zo, Roos. En dan kijk. Spuit hij zo. Wat grappig. Oké, zetten we SpongeBob even hier neer. En dan wil ik eigenlijk ook nog even die andere poppetjes laten zien. Laat me even zien, Roosie. Kijk. Oh, leuk. Ik kan niet op geen gezichtje dat zien. Nee, dat is een beetje gek, maar... Even kijken, en kan jij Octo nog even pakken? Octo is die meneer met die gekke neus, die octopus. En ik hou mijn hand er even voor, want anders kan je het op de camera niet helemaal goed zien. Kijk, wat leuk zeg. En weet je hoe deze meneer een beetje praat? SpongeBob, SpongeBob. Zo praat hij een beetje gek. En een hamburger. En een hamburger. En kijk eens even, daar hebben we Patrick. Zullen we die er eens even uithalen? Hier, laat die maar eens even zien aan de kindjes thuis. Hij heeft een zwembroek aan. Oh ja, hij heeft een zwembroek aan. Kijk, het is een navel. Weet je een beetje hoe Patrick praat? Nee. SpongeBob. Hey SpongeBob, ik ben Patrick de zeester. Hoi SpongeBob. Kijk. Dus Roos, nu moet nog het dak van de ananas van het huisje van SpongeBob gemaakt worden. Zul jij die gaan doen? Ja. Eerst het plantje. Oh ja. Kijk. Twee handen. Netjes, heel mooi. Dat is het plantje. Nou, we gaan nu maar met het dak beginnen. En... Wat is dat dan? Een schorsing. Oh ja, wat leuk. Ik zie het. Cool. Nou, maak die ook maar dan. Die is heel lastig, want dat dingetje beweegt. Nou, wat grappig. Kijk nou, jongens en meisjes. Dit is cool, zeg. Kijk eens even wat gaaf. En Roos, volgens mij kan je hem nu ook dichtklappen. Kan je hem ook een beetje rondmaken als een echte ananas?
Ga dat eens proberen. Ja, niet heel rond, maar wel rond. Even kijken. Ja, nog verder volgens mij, ja. En dan draai je hem nu eens om. Laat de andere kant eens zien. Want dat lijkt er echt op een ananas. Ach, grappig. Oh, en kan je ook dan dit een beetje buigen dan of zo? Kijk, dan kan je het in elkaar buigen. Wauw, kijk nou toch jongens en meisjes. Nou, ik vind dit wel echt op een ananas lijken hoor, Roos. Jij? En ja, en de andere kant lijkt hier ook wel een beetje... Oh, wat leuk. Dat is het huisje dan van SpongeBob. Wat schattig zeg. Kijk nou toch. Kan oh, ja. Kijk. Hé, hey, wat leuk. Alleen zit een beetje los. Oh, wat gezellig. En natuurlijk waar je hem open kan doen. Hé, hey, wat leuk. We gaan toveren. We gaan toveren? Oh, oké, dat we even met onze vingers gaan knippen en dat alles klaar staat. Ja. Dat vind ik een goeie. Komt-ie. 1, 2. Ja. Tadaa. Zo, kijk eens even. Alles staat mooi klaar. Dan is het nu tijd, jongens en meisjes, om het restaurant uit te gaan pakken en in elkaar te zetten. Kom. Oh ja. Hé, hey, dat is het boekje. Voor het hamburgerrestaurantje. En dan kijk eens. Weet je ook hoe hij heet? Nee. Meneer Kraps. Zie je, Patrick heeft zijn tong al uit zijn mond. Kijk, je moest kijken, wat grappig. Kijk, kijk. En SpongeBob heeft de hele... Die is heel erg, die heeft een beetje zo... En die rijdt in een hamburgerauto, lijkt het wel. Ja, het is een hamburgerauto. Wat grappig. Dit is de mini-hamburger. Oh ja, ja. En dat is de auto. Hamburger. Heel leuk, heel leuk, heel leuk. Oké, okay, haal maar eens even uit het zakje, Rosie. Zo aan elkaar blijven. Wow, heel cool. Kijk. En een bordje. En de auto. Oh, wat grappig. Kijk nou toch, wat leuk zeg. Of misschien wiel. Misschien wiel? Nee, is nog niet helemaal... Kijk, hij is een beetje los. En wie zit daar? Oh, Patrick is dat. Ja, dus die moet hier naar... Ja, die gaat... Ja, die kunnen we vastbouwen. Kijk, die kan hier zo bovenop. Oké. Zo, klik. Ja. Kijk maar zo, klik. Tadaa. Oh, heel cool, heel cool. Kijk eens even. Hier, net zoals bij het huis van SpongeBob. Oh, wat gaaf. En twee hamburgers. Dit zijn hamburgers net als die andere. Oh ja, lekker. Lekker hamburgertjes. En hij heeft 100 euro in zijn hand. Zo, dat is meneer Kraps. En wat is nou meneer Kraps zo grappig aan? Nou, die is dus de baas van dit restaurant. En meneer Kraps is altijd bezig met geld. Die wil altijd meer geld verdienen. Daarom heeft hij 100 euro. En daarom heeft hij ook 100 euro in zijn hand. Heel leuk dit. Heel wat cool. Is dit? En nog 100 euro. Zo, nog meer geld. En enter. Oh ja, enter. En wat betekent dat? Laat het zien aan de kinderen. Kom verder. Ja, precies. Enter. Naar binnen gaan. Dus dat bordje, dat kan wat? Hier. Ja. Zijn maar gewoon wat. Ja, dat klopt. Kijk, enter daar. Heel leuk. Ja, heel goed. En hebben we SpongeBob ook nog? Ja. Laat eens even kijken aan de kinderen thuis. Heel leuk. Hi, SpongeBob. Maar kijk eens even. Zo hebben we eigenlijk gewoon ons eigen SpongeBob dorpje. Ja, het restaurant, de Krusty Krab. Maar ook dus het huis van SpongeBob. Ik vind dit zo grappig. We kunnen ook even de andere kant kijken hoe die. Ja, laat eens even het restaurantje zien. Oh ja, kijk eens even. De hamburger en hamburger op de grill. Oh ja, hamburger op de grill. En het geld. Geld bij de kassa. Nou jongens en meisjes, dan is het nu eerst nog tijd om de groetjes te doen aan heel veel kinderen. Ik wil graag de groetjes doen aan Nina van 11 jaar, Lize, Manuel, Noé, Daniek, Giano Donders van 10 jaar, Finn uit Graven, Misha Heil, Lily, Julia, Billy en Lola, Nina, Jaylin, Fien, Logan, Danian, Kian, Romana Tentijen, Kiana, Jaden Kim, Bruce en Jasper uit Bilzen. Nou jongens en meisjes, en heb ik nou niet jouw naam genoemd en wil jij volgende keer ook de groetjes krijgen? Vraag dan even aan je papa of mama of ze onderaan de video jouw naam willen zetten. En dan doe ik de volgende keer de groetjes aan jou.
Nou jongens en meisjes, dit is toch wel heel erg leuk. Hey Roos, wilde jij nog dat meneer Krabs of SpongeBob eigenlijk? SpongeBob werkt in het restaurant en maakt de hamburgers. Wil je nog dat SpongeBob een hamburgertje gaat maken? Ja. Ja? Nou, ga maar het laten zien aan de kinderen. Dan moet ik even een hamburgertje uit elkaar halen. Komt hij binnen. En dan komt hij wat vragen. Dan zegt hij, mag ik een hamburger? En dan maakt SpongeBob het. En nu gaat het boven. Heel goed. Kijk eens even, een lekker hamburgertje voor Patrick. En dan moet wel, even... Oh. De... Hey, hier is de geel, hier kan dit de geel. Oh. Ja, kan... Oh ja. Zet die mensen aan. Is die klaar? Geeft hij hem. Dan wat geld erbij. Hi SpongeBob, ik wil graag een hamburger en ook wat drinken. Dat is dan 100 euro. En dan geeft hij. Zo, hierin. Hou maar van mijn hoofd af. Nou jongens en meisjes, dit was het alweer. We hopen dat jullie dit een leuke video vonden. Wil u nou een berichtje ontvangen als er een nieuwe video is? Abonneer dan op ons kanaal met dat knopje daar beneden. En dan krijgt u namelijk gratis een berichtje als er weer een nieuwe video is. Nou, dankjewel voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!